Vandaag gaan we de morale knoop doen. De morale knoop is een knoop die je met de brede zijde van je das gaat knopen. Dat betekent dat je direct, als we gaan beginnen, de brede zijde op ongeveer navelhoogte krijgt. Zodat je straks even nog aantrekt om, om op riemhoogte uit te komen. Ik ga rechts overlinks met de dunne zijde. Achterlangs door. En ga naar de linkerkant toe, zodat ik hier een spiraal krijg. Nu ga ik achterlangs en neem ik hem via deze kant door het midden terug. Ik blijf aan de rechterkant. Wat je nu gaat doen is net als bij een gewone knoop midden door langs en ga ik hier door het midden heen. En het enige wat ik nog nodig heb is deze laatste slag die hier door het midden heen gaat, waarbij je de afwerking krijgt naar de morale knoop met de dunne zijde bovenop de brede zijde. Pak je knoop vast, achterkant de brede zijde vasthouden, aantrekken, kraag omlaag. En ik heb hiermee mijn morale knoop. Deze knoop is heel symmetrisch. Hij is vrij eenvoudig te maken. Wat je alleen krijgt is dat de dunne zijde bovenop de brede zijde ligt. Dus je ontkomt er eigenlijk niet aan om een vest of een trui of jas te dragen. Waardoor deze nog beter naar voren komt. Het gaat eigenlijk om dit gedeelte hier. Een contrasterende stropdas, waarbij dit gedeelte een andere kleur heeft dan het achterste gedeelte, zou nog mooier zijn. Eigenlijk bijna iedere patroon is mogelijk bij deze knoop. Je moet zelf even kijken wat er het beste bij past. Ik vond dit op zich nog wel aardig gaan. Goede opmerking gehad op deze knoop. Laat mij weten wat jij van deze knoop vindt. En succes met knopen!